De Franeker Martinikerk krijgt toch haar derde luidklok. Een paar weken geleden ontstond opschudding in het Franeker-Adelste dorp Pietersbierum, toen bleek dat de klok van de dorpskerk was verkocht aan Franeker. Die verkoop ging onder druk van het dorp niet door. De klok die nu in de Martinitoren wordt gehesen, komt uit Zwolle, uit de Rooms-Katholieke Heilige Michaelskerk. Woensdag arriveerde de klok in Franeker. In de Tweede Wereldoorlog haalden de Duitsers de drie klokken uit de toren. Na de oorlog werden twee nieuwe klokken geplaatst. Op 14 mei werden deze klokken voor restauratiewerk uit de toren getakeld. Maar nu wordt ook de derde plaats op de klokkenstoel na 65 jaar weer gevuld. De Zwolse klok maakt de drieklank weer compleet. Het is een in 1948 gegoten klok met een onderdiameter van 111 centimeter en de toonsoort is vies.